Ik wil eigenlijk al sinds begin van het seizoen iets vragen, maar durf ik steeds niet. Nou dacht ik, jullie hebben met 6-1 gewonnen. Nu kan ik alles vragen, toch? Zeker, je mag altijd alles vragen mij. Oké, okay, komt-ie aan. Ik, 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 ik vraag me af, ik noem gewoon een naam. En dan wil ik even weten hoe u over die naam denkt. Steven Seagal. Ja, ik, ik snap van waar hij komt. Uh, ja, ja. Ik heb vroeger zelfs heel veel. Uh, Mijl en, en posten en brieven gekregen, inderdaad, uh, met foto's met de vergelijking. Dus, uh, Echt waar? Uh, ja, absoluut. Uh, en dan moest ik nog toegeven, inderdaad, dat, uh, dat er wel enige gelijkenis, gelijkenis, uh, enige gelijkenis uh, het is. Het is gewoon tweelingbroers. Ja, maar uh, dat, dat klinkt nog altijd niet positief, natuurlijk. Het <laughs> kan ook uh, twee lelijke uh, tweelingbroers zijn, natuurlijk. Ja, hè? Maar doe ik, goed, daar wil uh, ik geen oordeel over. Ja, maar. Hey. Maar we lijken wel op elkaar, ja inderdaad, dat klopt. Maar spreek het, ook het, 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 het gebeuren, zijn jullie allebei het, 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 het groot in, zeg maar? Ja, oké, okay, er zullen een aantal uh, vergelijkenissen zijn of gelijkenissen zijn. Uh, maar goed, uh, mm, t, ik word er niet warm of koud van voor de rest. Ik zou je ik zou, uh, kunt bijna met niemand beter vergelijken worden. Kun je ook een beetje knokken? of? Uh? Nou, ik denk dat het algemeen geweten is dat ik wel een beetje kan knokken, denk ik. Ja, hè? Ja. Ik vroeg, ik vroeg aan uh, Ella Lucci, een Sporksleider laatst. Stel je voor, uh, meneer Vreven en meneer Sigal komen elkaar s'nachts in een donkersteekje tegen en ze gaan vechten. Wie gaat er winnen? Wie denkt u dat hij gaat winnen? Hij, uh, hey, waarschijnlijk. Want ja? ik ben uh, veel te lief uh, naast het veld. Ik ben alleen maar een, een vechter, uh, diefgangster op het voetbalveld. Uh, maar... Diefgangster? Ja, absoluut. Uh, ik, dat... Dat... ik ken het woord niet. Nee, ja, ik bedoel dat ik daar. Uh, dat ik als ik op het voetbalveld sta, dat, dat, dat ik maar één doel had. Dat heb ik, ik als speler, dat heb ik als trainer. En dat, dat, is, dat is wedstrijden winnen. En dat kan op veel manieren in, in mijn hoofd. En daar is veel voor geoorloofd. En dat bedoel ik daarmee. Ik, Zij dat ja. dat u ging winnen. Uh, maar dat is in hun geval ook heel verstandig om dat te zeggen. Ja, ja, ja Kijk je dan ook altijd al die films en zo? Bent u zelf nog een beetje fan of uh, toch niet? Nee, niet speciaal. Ik weet wel uh, dat hij een heel aantal films heeft gemaakt en gespeeld, maar... Hele goede films ook? Ja, klopt. Uh, maar mijn, voetbal, mijn leven bestaat vooral uit, uit wedstrijden, voetbalwedstrijden kijken. Oké, okay. mag ik dan mag ik één voorstel doen? Als jullie nou lekker handhaven Eredivisie, gaan wij dan na het seizoen samen een keer een Steven Seagal film kijken? Nou, uh, ik kijk uh, wat dat betreft, uh, met handhaving kijk ik naar elke film naar, uh, ja? naar uh, die jij Nee, we, we, uh, neem, we gewoon Steven Segal al Oké, dan gaan we Stevens Segal al kijken. Jullie kunnen be's misschien een paar supporters erbij, paar spelers. Ja, ik vind het ik vind prima. Afspraak. Ja, Oké, okay, deal. <âthans>